Ja, we staan hier in Leuven, in het midden van het hartje van Leuven, dat Deuzenplein. We staan hier voor een bus. Ja, niet zomaar één bus, hè? Nee, dit is de koersbus. En waarom de koersbus? Wel, wij zijn van Koers, dat is het museum van de wielersport in Roeselaar, West-Vlaanderen. En we hebben een museum, maar we dachten, zou het niet leuk zijn om op de baan te trekken met een mobiel museum. En dat is dan Koersbus geworden. Eigenlijk een bus die we gekocht hebben en omgebouwd tot wielermuseum op wielen eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat je niet alleen bij dit wereldkampioenschap naar buiten komt, ook andere festiviteiten aan bod gaat laten komen in de toekomst. Wel, dit jaar zijn we eigenlijk al gestart in mei. En dit weekend is de apotheose. De invulling van de bus is momenteel volledig geënt op het wereldkampioenschap. Met dus collectiestukken uit het museum, gelinkt aan het WK. Fiets van Eddy Merckx, fiets van Annemiek van Vleuten, van Tony Martin. Maar na dit jaar, na het WK eigenlijk, krijgt de bus een andere invulling en ook andere bestemmingen. En zijn er al bepaalde bestemmingen die u uit het hoofd weet waarschijnlijk? Maar de bestemmingen voor volgend jaar zijn nog niet duidelijk, maar het thema wel. Dan gaan we werken rond kermiskoers. Iedere Vlaamse stad, iedere Vlaamse gemeente heeft nu of ooit in zijn verleden wel een kermiskoers georganiseerd. Dus ja, ik denk dat de bestemmingen voor het grijpen zullen liggen. Vanwaar dit project? Wel, we willen eigenlijk met het museum, zoals het wielrennen zelf, heel dicht bij de mensen staan. De drempel zoveel mogelijk verlagen. En hoe kan je dat beter dan met je collectie eigenlijk rond te trekken? Dit is een kosteloze bedoeling, denk je dan toch? Hoe bedoelt u, kosteloos? Je hoeft niet te betalen om op de bus te geraken. Nee, nee, nee. Er wordt niet meegereden. Zoals het wielrennen kosteloos is, is ook de bus kosteloos. Er wordt niet meegereden. Er wordt niet mee gereden. Er wordt mee gereden door de chauffeur, maar er zijn geen passagiers mogelijk, want de bus is volledig ingericht als museum. Jullie zijn een organisatie of jij bent een eenmansbedrijf? Nee, wij zijn eigenlijk een dienst binnen de stad Roeselaar. Dus eigenlijk ja, een overheidsafdeling. Dus voilà. Hoe bevalt Leuven jou tot nog toe? Well, ik heb hier 4 jaar gestudeerd en 6 jaar gewerkt, dus ik ken Leuven wel een beetje. Het is een nostalgisch weerzien met een fantastische stad en fantastisch weer op een fenomenaal evenement. Veel succes nog met de bus en voorzichtig als je naar Leuven komt en uit Leuven rijdt. Nog erger, hè? Ja, dank u wel. Merci, gast.